Wat voert Eduard Platen nu naar Almelo? Nou ja, ik heb eigenlijk wel een lange band met Almelo. Ik heb ooit geografie gestudeerd in Groningen en onze afstudeeropdracht die vond plaats in Almelo. Stond toen nog een oude textielfabriek, bijna op instorten, tussen het station en het centrum. En de vraag van de gemeente was, wat moeten we daarmee doen? En op die manier kennis gemaakt met Almelo? Ja, dat was mijn eerste kennismaking met Almelo. En natuurlijk in mijn, mijn studie waren ook veel mensen uit Almelo en uit Twente ook wel aangewezen. Zo zijn we ook hier terechtgekomen. En het was leuk, maar het was ook heel gezellig altijd. Ja, want wat is de eerste indruk van de Almeloers? Nou, ik vind de indruk die ik van de Almeloers heb gekregen hier de afgelopen weken, dagen, is onbevangen. Ik vind dat er ik tref een frisse onbevangenheid aan. En Almeloers staan ook wel open voor buiten. Ze zijn ook wel bereid om over hun tuinhekje heen te kijken. Ja, en dan centrummanager. En ik heb begrepen dat u al wel wat ervaring hebt als centrummanager. En ja, mag ik een klein beetje daarover horen? Ja, ik ben bijvoorbeeld centrummanager. Dat is dan een dag in de week in Hardenberg. Ook een Overijsselse gemeente. En werk binnen de provincie Overijssel ook samen met een heel netwerk van centrummanagers. En dat is ook heel erg praktisch, want dan kun je ook, ja, je kunt ook ervaringen met elkaar uitwisselen. Juist. En ja, wat denk je in Almelo te kunnen verbeteren? Wat wil je graag met Almelo? Nou, wat ik graag wil met Almelo is, begin van dit jaar is er een onderzoek gepresenteerd. Dat heeft de provincie Overijssel uitgevoerd. En daar hebben ze gekeken naar de perspectieven, de mogelijkheden van de verschillende centra in de provincie. En ja, daar kwam Almelo eigenlijk wel goed uit. Er zit wel muziek in het centrum. Het heeft zin om hier met z'n allen de schouders eronder te zetten. Almelo heeft wel de afgelopen jaren veel koopkracht verloren, veel bezoekers verloren die elders naartoe zijn gegaan. Maar het centrum heeft genoeg potentie ook om die bezoekers weer terug te winnen. Dus je ziet wel mogelijkheden voor Almelo? Nou, ik zie wel mogelijkheden voor Almelo. Ja, diezelfde onbevangenheid die ik noemde. Dat is ook plezierig om naartoe te gaan. Het is ook het is toch wel een behoorlijke stad. Hè? De een vindt het een kleine stad, de andere weer minder klein. Maar het is toch een stad met bijna 75.000 inwoners. En dan ben je toch echt wel wat. En wat ik ook wel een bijzonder vind, is dat zo'n stad van 75.000 inwoners ook met een voetbalclub op de proppen komt, die wel degelijk regelmatig in de top 10 van de Eredivisie speelt. En dat zegt wel iets over je als stad. Dat betekent dat je, alhoewel je kleiner bent, Heracles ook, is kleiner dan veel andere clubs, maar door goed naar talenten te kijken, door goed samen te spelen met elkaar, weten ze toch ver te komen. En ben je toch een club die ertoe doet in voetballend Nederland.